Saskia, oh. welkom. Dankjewel. Een gruwelijke zaak vandaag die zo uit een horrorfilm zou kunnen komen. Dat geldt voor meerdere zaken die we hier wel eens bespreken. En de meeste luisteraars weten wat ze kunnen verwachten, maar wees gewaarschuwd, de details zijn schokkend. Het gaat om Sander K., een 36-jarige man uit Uimuiden, die op 18 augustus 2022 de Oekraïnse sekswerker Arina om het leven brengt. Heeft hij haar gewurgd of is ze per ongeluk gestikt tijdens de bondageseks? Eén ding is zeker, de agenten troffen eind augustus een gruwelijk tafereel aan in zijn woning. Saskia, die zaak gaan wij zo behandelen. Ja. We gaan eerst even wat uitspraken behandelen. De vrouw die minister Dekker al dan niet een, een por gaf, die is vrijgesproken. Ja, dat klopt omdat de rechtbank zegt het kan niet worden aangetoond dat ze hem een por gaf. Of dat ze hem bij zijn bovenarm heeft vastgegrepen in het voorbijgaan. Uh, dus ja, zegt de rechtbank, opzet is gewoon niet bewezen. Het is waarschijnlijk een ongeluk geweest. Uh, Sander Dekker heeft haar geraakt, is daardoor uit balans geraakt en is tegen het asfalt gesmakt. En ja, er zijn dus eigenlijk gewoon geen schuldigen in dit verhaal. En dat betekende dat uh, uh, de mevrouw die daarvan verdacht werd, Atina, uh, vrijgesproken is. Ja. Dat klinkt nog een beetje als een beroepszaak in jouw uh, oren. Het zou kunnen dat het Openbaar Ministerie dat wel gaat doen, omdat het Openbaar Ministerie wel heel erg zat op de toer van. Uh, hier was absoluut sprake van dood door schuld. Ze heeft hem beetgepakt. Ze heeft hem uh, zodanig uit balans gebracht dat hij zwaar gewond is geraakt. En hè, we hebben tijdens die rechtszaak gehoord dat hij zo'n beetje alle botten in zijn, uh, in zijn lijf had gebroken, een zware hersenschudding. Hield er ook zware epileptische aanvallen aan over die hij nooit eerder had gehad. En ja, hij kampt tot op de dag van vandaag met de naweeën. En volgens het Openbaar Ministerie was er wel degelijk sprake van opzet. Dus ik sluit niet uit dat ze in beroep gaan. Maar het kan ook zijn dat Sander Dekker straks zegt van ja, weet je, ik geloof wel dat het zo gegaan is. Maar uh, ik wil het ook gewoon afsluiten. Je net dood door schuld, maar hij is natuurlijk niet overleden. Maar dat is wel de aanklacht dan. Neem me niet kwalijk, ja, ja. Poging. ja. Poging. Poging tot. Ja. Oké, okay. die is dan uh, ja. even rechtgezet. 18 augustus 2022. Sander K. maakt een afspraak met de Oekraïnse sekswerker Arina... via de website kinky.nl. Dat deed hij vaker, hè? Nou, hij had het één keer eerder gedaan met haar. Maar hij maakte inderdaad wel vaker afspraken met prostituees, hebben we begrepen. Ja, ja. hij had een uur geboekt... Ja. Um, Wist uh, Arina dat hij op zoek was naar bondageseks? Nee, uh, dat geeft hij zelf ook toe. Hij zegt dat hij dat ter plekke aan haar heeft gevraagd uh, en dat ze daar heel makkelijk in was, dat ze, dat ze ermee akkoord ging. Ja, en daarvan is tijdens de rechtszaak gezegd: dat is hoogst onwaarschijnlijk. Uh, ja. Zij had een advertentie staan op Kinky. Um, waarin ze precies beschreven wat zij allemaal aanbood. en er zijn uh, gesprekken gevonden die zij voerden met een andere klant die vroeg van goh waar ben je eigenlijk allemaal voor in en die antwoorden ze met um, wat in de advertentie staat bied ik aan en wat er niet in staat niet. Nou er stond geen bondage seks in. Nee, want het bleek dat ze ook best wel op haar strepen stond hè? Van, ja. en, en haar grenzen heel duidelijk aangaf. Ja, ja, zeker. Er was een klant die op een gegeven moment vroeg uh, of, zij, uh, of zij in was voor bepaalde ruige seks, zeg maar. Uh, en die uh, liet zij weten: fuck off. Nou, dat is dan wel duidelijk, lijkt mij. Was er ook eentje die een andere vraag stelde en die kreeg als antwoord: van... Uh, ik ben niet bereid om dood te gaan voor 50 euro extra. Dus ja, ze stond echt op een strepen. Ze maakte echt wel duidelijk wat ze, waar ze wel en waar ze niet voor in was. En Sander K. heeft tijdens de zitting ook gezegd dat hij haar pas vroeg of ze uh, in was voor bondage seks op het moment dat ze binnenkwam. Dus ze wist dat niet van tevoren. Ja, hoe is men dan die informatie gekomen? Want Ze is zelf overleden. Ja. Uh, zijn er andere klanten gesproken? Of? Nou, er is gekeken naar haar advertentie hè, op, op Kinkiem. Er is ook gesproken met een contactpersoon voor sekswerkers in Amsterdam. Arina woonde ook in Amsterdam. En die heeft. Uh, en ook met een, een andere sekswerker. Die hebben eigenlijk allebei verteld: van... voor prostituees is veiligheid echt uh, nummer 1, 2, ja. 3 op het, uh, op het lijstje omdat het... Uh, hey, je komt bij vreemde mannen in huis. Uh, je weet niet precies wat voor vlees je in de kuip hebt. Je moet dus altijd weten dat je weg kunt. Dat je kunt vluchten. Daar zal iedere sekswerker zal daarop letten. En zal daar uh, nou, echt prioriteit aan geven. Ja. Dus zij zeggen van ja. Dat, Ir, dat Arina vrijwillig een vliesotrapje op is geklommen naar de zolder. Dat ze zich vrijwillig met tie-wraps heeft laten vastbinden aan een fitnessbankje. Zij vinden het allemaal hoogst onwaarschijnlijk. Ze geloven het gewoon niet. Nee. En ja, als je die antwoorden ziet hè, op vragen van andere klanten. die chats heeft de politie teruggevonden. dan zie je ook dat, zij, uh, dat ze duidelijk haar grenzen stelt. Ik zit sowieso. Uh, nu ik deze zaak met jou behandel. na te denken over een vrouw alleen. Je totaal niet weet waar ze terechtkomt. Nee. Uh, bondage, nou, het woord zegt het al: ja. vastbindsituaties. Ja. Ze moet sowieso wel een hele stoere vrouw geweest zijn, of, of, of het is een ontzettend lucratief onderdeel van, van, van de escort-business. Uh, ja. Als je daar zo over nadenkt. Dat je denkt, van je, nou ja, dat komt in, je komt in weerloze situaties bij. Ja. Weet je veel waar je terecht komt? Nou, dat weet je dus inderdaad niet. En uh, ja, dat is in dit geval ook wel gebleken natuurlijk. Ja. Er was een prostituee die, die ook is ondervraagd door de politie, die op een gegeven moment zei: Van ja, weet je, ik doe wel aan bondage, seks, maar ik zorg dat ik altijd één hand vrij heb. Ja, precies. Zodat ik mezelf los kan maken en kan ontsnappen als de nood aan de man komt. En sowieso zeiden zowel die contactpersoon voor sekswerkers als die sekswerker zelf van... het is hoogst onwaarschijnlijk om aan bondage seks te doen met tie wraps. Dat is he, het moment dat je je beweegt, dat je eraan gaat trekken... gaan die dingen alleen maar strakker zitten. Ja. Uh, je krijgt ze niet zomaar los. Nou, dat is ook gebleken. En dat, dat is echt een groot risico. En bovendien, ja bovenop zo'n zolder. Zo'n naargeestige plek waar hij het raam ook nog bleek te hebben afgeplakt met een handdoek... Het was niet echt een, een leefruimte, terwijl er elders in huis ook een slaapkamer beschikbaar was. Ja, ja. Ik, ik, wil heel, ik wil heel even terug. Vond, mm -hmm. Je bent nu meteen naar de, naar de, naar de locatie gegaan. Ja. Hij is een, uh, zij is geboekt. Een half uur later stond ze daar ja. op de stoep. Ja. Uh, ze kwam uit Amsterdam mogelijk. Met een taxi, met een Uber. Met, ja. met een uh, taxi, met een Uber. Um, wat heeft hij gezegd? Wat, wat voor stapjes ze erna gekomen zijn? Want je hebt al meerdere keren gezegd, ze is naar een zolder gegaan met zo'n uitklap. Ja, zo'n vlieso Zo'n vlieso Ja. Zo Um, hij zegt van: We zijn naar boven gegaan en daar stonden al mijn attributen. Hoe moet ik dat zien? Nou ja, wat hij beweert is: wij hadden afgesproken voor een uur. En ja. uh, het tarief was 250 euro. En hij zou dan ook de taxikosten betalen: 90 euro. Hij had geen geld, stond zelf rood op zijn rekening. Hij is dus voordat zij arriveerde, nog naar zijn vader toe geweest om geld te lenen. Heeft met uh, de pinpas van zijn vader heeft hij, uh, iets meer gepind dan hij aan zijn vader had gevraagd. Maar hij had dus in ieder geval 350 euro in huis. Uh, en dat wilde hij aan Arina betalen. Hij zei van zij arriveerde ongeveer nou, kort na acht uur. Uh, vervolgens heb ik haar gevraagd of zij uh, bereid was uh, om uh, bondageseks een keer te proberen. Want ja, dat had ik een keer gezien op een filmpje. Ja. Ik wilde dat wel eens uitproberen. Ja, en het antwoord van Arina ja, was volgens hem dat ze daar wel toe bereid was. Nou, dat vinden heel veel mensen in de branche dus lastig te geloven. Weten we iets van de setting die tie wraps was zij, lag zij? Zat zij op een stoel. Weten we daar iets over? Ja, zij lag voorover op een fitnessbankje. Uh, haar polsen waren vastgebonden met tie wraps aan een stang. Uh, haar hals ook met een tie-wrap. Oh. Um, hij heeft uh, aanvankelijk ook nog haar benen, uh, haar voeten vastgebonden aan een zogenaamde spreidstang. Ja, het zijn echt gruwelijke details hoor. Dat vond ze ongemakkelijk, zei hij. Dus hij heeft toen met een, een klein schaartje die tie-wraps uh, losgeknipt. Hij zei dat ging heel moeizaam. Ik kreeg ze bijna niet los. Maar dat is uiteindelijk gelukt. Ja, en hij zegt: We hebben daar vervolgens uh, seks gehad. Tot het moment waarop zij zei: I can't breathe. Ik kan geen adem meer krijgen. En uh, toen raakte hij in paniek, zegt hij. En uh, is hij op zoek gegaan naar mogelijkheden om die tie wraps uh, door, te, door te knippen. Hij had toch al een schaartje voor die andere? Ja, maar dat ging dus heel moeilijk met dat schaartje. Dat was een beetje bot, het was een beetje klein. Uh, hij is op een gegeven moment naar beneden gerend. Hij wilde een tang gaan zoeken. En ja, zegt hij, toen ik boven kwam uh, was het al te laat. Toen was ze gestikt en toen was ze al overleden. Dat is zijn verhaal. Waarom heeft hij geen, uh, niet meteen 112 gebeld? Ja, dat was natuurlijk ook de vraag die de rechtbank aan hem stelde. En daarop zei hij: Van ja, hoe denkt u dat het overkomt? Hè? Je, je, er is een, op zolder ligt daar een naakte vrouw vastgebonden aan een fitnessbankje en ze is dood. Er schoot van alles door mijn hoofd. Uh, misschien moet ik wel naar de gevangenis. Nou ja, dat soort teksten. Uh, hij was gewoon als dood voor de gevolgen voor hem. Uh, en dat is ook wel wat tijdens die hele zitting heel erg naar boven kwam. Dat hij ook tegen de politie op een gegeven moment zei van um, het mooie van contact met een prostituee is, je hoeft je niet te bekommeren om haar gevoelens. Het is gewoon, het is niet je vriendin. Het is een zakelijke hè? transactie. Het is een zakelijke transactie. zij wist precies waarvoor ze kwam. Uh, dus ja, daar hoef je niet mee bezig te zijn. En de officier van justitie zegt hij is überhaupt niet met haar bezig geweest, ook niet met haar veiligheid, niet met haar welzijn. Hij heeft niet gecheckt of uh, of alles nog in orde was. En zegt de officier van justitie. Ik ben ervan overtuigd dat zij helemaal niet vrijwillig zich heeft laten vastbinden. Ze is gewoon verkracht. Het is onder, onder dwang gebeurd. Onder dwang. Daar ja. gaat de officier uh, gaat vanuit, uit. Ja. Uiteindelijk is zij op een gegeven moment is zij verdwenen. Ja. Want zij komt niet meer opdagen. Nee. En dan komt er een soort van onderzoek op gang. Ja. Waardoor de politie ook naar zijn woning komt. Ja. Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, zij zou uh, de 21ste augustus, dus drie dagen later, naar haar zus gaan in Oostenrijk. En toen ze daar niet kwam opdagen, heeft haar zus aangifte gedaan van vermissing. Kon ook geen, uh, geen contact meer met Arina krijgen, De telefoon werd niet opgenomen. Dus zij heeft de politie gebeld. Nou, de politie is op een gegeven moment gaan speuren en die kwam erachter dat Arina een Uber uh, had gebruikt om naar een seksafspraak te gaan. En, in IJmuiden. In IJmuiden. De Uberchauffeur in kwestie is opgespoord en die vertelde dus waar hij Arina had afgezet. Vertelde ook dat ze enigszins gespannen was tijdens de rit. Maar die kon precies aangeven naar welk adres hij Arina had gebracht. De politie is vervolgens uh, gaan observeren. Nou heeft op een gegeven moment gezien hoe Sander K. wat vuilniszakken weggooide. Um, heeft, uh, heeft dat hele huis geobserveerd. Maar op een gegeven moment hebben ze toch besloten uh, we gaan naar binnen. Ja, en daar troffen ze dus echt een gruwelscenario aan. Ik kan het niet anders zeggen. Wat, wat, wat zagen ze? Het was inmiddels 23 augustus, hè? dus in, al een dag of vijf na dat Arina daar naartoe was gegaan. Het eerste wat ze zagen op die, uh, in dat huis was een grote hoeveelheid uh, wapens, overal lagen wapens. Een luchtbuks, een alarmpistool, messen, uh, een taser, uh, er lag van alles. Echt, ja. Het hele huis lag vol met wapens. Op een gegeven moment zijn ze naar boven gegaan, die vliezotrap op. En ja, daar troffen ze naast dat fitnessbankje een romp aan. Die stond in een tijltje naast dat fitnessbankje. Moet je je voorstellen: een romp in een tijltje. romp in een tijltje. Zonder hoofd, zonder armen, zonder, zonder benen. Hoofd, zonder armen. Want wat bleek: Sander K had het lichaam van Arina in meerdere stukken gesneden. Hij heeft lichaamsdelen in dat pijltje gelegd, ook in een aantal emmers. En hij heeft ook lichaamsdelen verpakt in vuilniszakken en omwikkeld met tape. Maar dat lag allemaal nog in zijn huis. En wat hij ook vertelde was dat hij eerst haar vingertoppen had afgesneden. En dat deed hij omdat hij zei: Van ja, ik had wel eens gehoord dat je uh, DNA kunt opsporen onder nagels ja. van een slachtoffer. Dus hij heeft heel berekenend met een bijltje die vingertoppen uh, afgehakt en heeft die door het, uh, het doucheputje gespoeld. Die zijn dus niet meer teruggevonden, maar de andere lichaamsdelen van Arina wel. Want ja, vijf dagen nadat, hij haar, uh, nadat zij dood was gegaan daar op die zolder, uh, was hij nog steeds niet bezig geweest met het, uh, het verbergen van het lijk, zou je kunnen zeggen. Nee, moet ook ontzettende geur hebben afgegeven. Inderdaad, want het was warm op die zolder. Ja, klopt. Wat voor man is Sander K. Ik, 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 ik zie een man voor me die nog even snel naar zijn vader moet om geld te lenen. Ja. Daar staat zelf. Iemand ja. die zijn leven niet heel erg goed voor elkaar had. Maar... Helemaal niet. Nee, hij had, uh, kort daarvoor was hij zijn baan verloren, hij had dus ook geen inkomen meer. Ja, en hij, hij was zijn baan kwijtgeraakt omdat hij, en dat blijkt eigenlijk uit zijn hele houding, ook tijdens het proces, een man was die steeds gelijk wilde hebben en die alles wilde op de manier waarop hij wilde dat het zou gebeuren. Nou, dat, dat zorgde met enige regelmaat voor botsingen eh, met zijn collega's. Er werd voortdurend gesproken over een bemanning. Hij woonde in IJmuiden, dus hij zal op een boot hebben gewerkt. Maar ja. vraag me niet precies wat zijn, zijn beroep was, want dat, dat is verder niet genoemd. Maar die baan die is hij op een gegeven moment kwijtgeraakt. En uh, ja, zat dus zonder werk thuis. En hield zich onledig met het kijken naar uh, uitermate gewelddadige pornofilms. Uh, waarin ook bondage seks voorkwam, maar ook ja, hele gruwelijke, gewelddadige scènes. Hoe oud is hij? 36. 36. Ja. ja, een man die uh, een eenzaam leven leidde, heel erg geïsoleerd was. Hij heeft niet willen meewerken aan onderzoek naar zijn, uh, zijn geestvermogens, want hij was het niet eens met de manier waarop de psychiater en de psycholoog dat onderzoek verrichten. Uh, hij zei van ja, ik vind dat ze gewoon met mij in gesprek hadden moeten gaan, maar ze wilde vragenlijstjes invullen. Dus ja, vanaf dat moment weigerde hij om mee te werken. Ook in het Pieter Baan Centrum heeft hij niet willen meewerken. Hij zegt van ja, maar ik heb wel gewoon meegedaan met de groep. Ik heb op een gegeven moment ook gekookt. Maar ja, als je dan hoorde hoe dat ging: hij ging koken in het Pieter Baan Centrum, omdat hij wilde bepalen wat er werd gegeten. Ja. En ook hoe het werd klaargemaakt. En als iemand anders daar andere ideeën over had, dan werd hij prompt boos. Ja. Nou, wat in een eerder stadium al gebeurd is in deze zaak, want die zou dus eigenlijk al in december inhoudelijk behandeld worden, was dat hij uh, uit het niets uh, zijn vorige advocaat ontsloeg. En waarom deed hij dat? Omdat die advocaat die deed niet wat hij wilde. Nee, precies, dat zei hij ook, hè? Ja. Die deed gewoon niet wat ik wilde. En uh, die is, uh, heeft me niet vaak genoeg bezocht in de gevangenis. En ik had gezegd dat ik wilde dat de zaak achter gesloten deuren zou worden behandeld zonder media. En dat is ook niet gebeurd. Nou, dat is niet zo gek, want ja, dit soort zaken worden gewoon niet achter gesloten deuren behandeld. Ooguit uh, wat zedenzaken met, uh, met, met minderjarigen. Minderjarige daders ja. dan, hey, of verdachten. Ja. Uh, doorgaans niet als het gaat om minderjarige slachtoffers. Rechtspraak in Nederland is gewoon openbaar. En het is ook belangrijk dat mensen weten dat uh, het, mensen niet zomaar kunnen worden veroordeeld in achterkamertjes. zonder dat je kunt zien of daar eigenlijk wel voldoende bewijs voor is. Hoe zo'n zaak in zijn werk gaat of iemand een eerlijk proces krijgt. Dat moet je kunnen beoordelen. Maar goed, hij beschouwde het vooral als een bedreiging voor zichzelf. Hij zei ook van uh, ik wil eigenlijk niet precies spreken over wat zich nou exact op die zolder heeft afgespeeld en wat ik met Arina heb gedaan. Want ja, dan word ik in de media afgeschilderd als een of andere gek. Ja, ja nou daar was eerlijk gezegd niet zo heel veel extra detail voor nodig hoor. Om, uh, om dat gevoel er een beetje bij te krijgen. Wat was jouw indruk van hem? Ja, een man die uh, eigenlijk uh, op een hele instrumentele manier omgaat met andere mensen en zeker met sekswerkers. Uh, hè, dat bleek wel uit wat hij over haar zei tegen de, tegen de politie. Uh, daarvan zei ook de officier van justitie, uh, die had daar een mooie opmerking over. Die zei, ja, hij zag die vrouw die binnenkwam niet als een mens, maar die werd gereduceerd tot een gebruiksvoorwerp, een seksobject, iets ondefinieerbaars, iets dat je kunt gebruiken en daarna kunt weggooien. Is het een grote, sterke man? Hij is vooral dik. Okay. Um, hij is niet heel groot. Maar ja, Arina was een tengere vrouw. Die heeft geen kans gemaakt tegen uh, iemand als Sander K. Dat is wel nee. duidelijk. Dat lichamelijk overwicht was er zeker. We weten natuurlijk niet precies wat er gebeurd is op die zolder. De officier van justitie gaat uit van dat ze vastgebonden is en dat ze verkracht is. Er zit natuurlijk ook redelijk wat geweld in zijn, in zijn historie. Hè? Ja. Uh, als je kijkt naar. Uh, uh, wapenverzameling. Ja. Um. ja, en hij is ook eerder veroordeeld voor stalking van een ex. Uh, hij heeft uh, eerder zijn vader eens, uh, eens mishandeld. Dus hij, uh, nou ja, hij heeft niet een brandschoon verleden op dat gebied. Uh, nee. Er is nog nooit een levensdelict gepleegd natuurlijk. Maar in dit geval uh, was er ook een patholoog uitgenodigd tijdens de zitting om te praten over van, ja, wat is nou precies de doodsoorzaak geweest van Arina. Nou zegt die patholoog, die spreken nooit in, in zekerheden, die spreken in waarschijnlijkheden. En die zei uh, het hoogst onwaarschijnlijk te vinden dat Arina is overleden door wat, ze, wat hij dan noemt strangulatie. Dus, dus verstikking ja. door die tie rap om haar hals. Um, patholoog zegt op basis van mijn bevindingen vind ik het zeer veel waarschijnlijker dat ze is overleden als gevolg van verwurging. En dat zou dan een actieve daad van Sander K zijn geweest. Ja, want in die bondage ik ben geen uh, deskundige, draait het ook om, om zuurstof hè en, ja. en, en dat soort, uh, dat soort elementen. Nou ja, dat, dat zit er soms in, hè? een ja. soort ja, bijna, bijna verstikking. Dan nou weet ik niet of hij daar nou heel bewust mee bezig is geweest of dat het hem vooral ging om de kick van uh, seks hebben met ja. een willoos, weerloos uh, slachtoffer. Um, maar ja, het, het is wel duidelijk dat hij na het verliezen van zijn baan eigenlijk, dat er sprake was van een zekere teleurgang uh, bij hem. Dat hij zich opsloot, uh, naar gewelddadige filmpjes keek, meer drink, drank dan goed voor hem was. Um, ja, en of hij dat ook al had gedaan voordat hij Arina uitnodigde, is niet duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat uh, op het moment dat Arina bleek te zijn overleden en hij zei dat, uh, dat daar geen reden meer aan was. Uh, Besloot hij zich aan te kleden? Is hij naar uh, McDonald's gegaan? Heeft naar hij McDonald's? Wat, ja, heeft daar wat gegeten? Heeft drank gekocht? Uh, je zou zeggen, hij stond rood, dus hoe kan dat? Nou, dat deed hij dus met het geld dat hij weer had teruggepakt van Arina. Uh, ja, en dat duidt er toch allemaal wel op dat deze man weinig empathie kon opbrengen voor zijn slachtoffer. Heeft hij nou iets gezegd over wat hij verder met het lichaam van plan was? Want je bent vijf dagen verder. Ja. Je woont in Eimüde. Ja. Dan zou je zeggen van dat kun je op een gegeven moment. Ja, dit is, niet, dit is geen advies van mijn kant. Maar dan kan je op een gegeven moment het lichaam je ook dumpen of zo. Ja. Maar het staat daar dan een romp ja. van haar... Op, heel gewetenloos op de zolder. Ja, ik denk dat hij niet had verwacht dat de politie zo snel bij hem zou komen. Dat het uh, niet mogelijk was om haar sporen te traceren in zijn richting. Uh, anders had hij dat waarschijnlijk wel eerder gedaan. Want hij was natuurlijk wel heel erg bezig. Hè? Hij zei ja, aanvankelijk van... Ik wilde het lichaam kleiner maken. Nou, dat was duidelijk bedoeld om, uh, om het te kunnen vervoeren en te verdonkeren manen. Hij zei dat hij een bootje had. Uh, dat hij had overwogen om met een bootje in het water op te gaan. En dan die lichaamsdelen te dumpen in het water. Maar hij was dus nog niet zo ver. En hij bewaarde tot nu toe uh, al die al of niet verpakte lichaamsdelen. Gewoon op die zolder in zijn woning. En uh, ja. had ze nog niet weggegooid. Wat op zich heel goed was natuurlijk. Want op die manier kon de politie... Ja, ik bedoel, het, je kunt niet spreken van een hete daadje, maar uh, hoe verklaar je al die lichaamsdelen in jouw huis? Dat, uh, die verklaring had hij ook niet. Waar lag haar hoofd? Haar hoofd was ook verpakt. Uh, voor zover ik weet is, lag dat in een emmer. emmer. Uh, er werd ook gevraagd door de rechtbank: van, uh, heb je nou precies gesneden op plekken waar verwondingen te zien zouden zijn geweest? Hè? Bijvoorbeeld verwondingen van die verwurging of van die strangulatie. Hij zei van niet. Hij zei van ja, ik heb gewoon de natuurlijke lijnen van het lichaam gevolgd. En in het begin vond ik het best moeilijk om te snijden. Maar ja, als je eenmaal bezig bent, wordt het steeds makkelijker. Ja, de manier waarop hij erover sprak. Uh, ja, dat veroorzaakte bij de meeste mensen in de zaal wel kippenvel. Een deel van haar familie was ook aanwezig. Die zus ja. is uit het, het Oostenrijk overgekomen. Ja. En haar vader uit Oekraïne. O, vader uit Oekraïne. Um, woonde zij al lang in Nederland? Ja, Arina wel. Um, wat heel pijnlijk is, is dat haar familie geen idee had dat ze werkzaam was als, uh, als sekswerker. Ze hadden allemaal het idee van Arina. <coughs> Sorry, even slok, hoor. Wat heel pijnlijk was, was dat haar familie niet wist dat zij werkzaam was als sekswerker in Nederland. Ze, ze schetsten een beeld van haar hè, als een hele energieke, creatieve dame die uh, nou ja, een prachtige toekomst voor zich had. Hoe zij in de prostitutie verzeild is geraakt, weten we niet. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze daarvoor heeft gekozen om geld te verdienen om later haar dromen te kunnen waarmaken. Maar haar familie heeft pas uh, ja, ergens tijdens de zittingen gehoord dat zij in de prostitutie was beland. Um, haar vader is overgekomen uit Oekraïne. Haar moeder was daar niet toe in staat. Die is eigenlijk sinds haar dochter is overleden en sinds ze heeft vernomen op wat voor gruwelijke manier. Uh, is zij uh, ja, eigenlijk kapot, zo ziek kapot, geworden, zo ja. kapot, uh, dat ze niet in staat was om die zaak bij te wonen. Haar vader was er wel. Hoe oud was ze? Ze was 34. 34. Ja, ja en die familie deed in december natuurlijk al uh, een poging om die zaak bij te wonen. Ze waren er en dat bleek hartstikke moeilijk te zijn voor die vader en voor een nichtje om vanuit de Oekraïne, oorlogsgebied, naar Nederland te komen. Ze hebben het toch gedaan. Ja, toen liep die zaak uh, mis, maar nu waren ze er weer. Uh, hebben dus via tolken alle gruwelijkheden moeten aanhoren. Ja, het moet voor hun een lijdensweg zijn. Deze hele, hele zaak, maar ook hè, de wetenschap, wat er is gebeurd met Arina. Wat ik nog vergat te vermelden is ook dat Arina bleek een gebroken rib te hebben en talloze blauwe plekken over haar hele lichaam. En volgens de patholoog waren die niet van een oudere datum. Die zijn dus vlak voor haar dood ontstaan. Nou ja, dat geeft ook wel iets aan. Hij had een, een, een track record, hoe noem je dat? Een, uh, een strafblad, sowieso, soms ja. ja, meer over prostitutie ja. uh, uh, laten, prostituees laten komen. Ja. En daar waren daar waar, daar waren niet geklachten of zo over, niet voor zover we weten. Het is nee. in ieder geval niet genoemd tijdens nee. de zitting, dus uh, ook lastig om dat te rekenen. Omdat ja. om die omdat ook echt, omdat die wordt natuurlijk niet ergens geadministreerd, nee, of zo precies. nee, nee. nee. Waar zitten nog de vuilkuilen in deze zaak eh, als het gaat om eh, OM versus, uh, versus de rechtbank? Nou ja, wat een, een heel groot probleem is, is dat Sander K. niet heeft meegewerkt aan dat onderzoek naar zijn geestvermogens. Nou zijn ze in het Pieter Baan Centrum heel vaak wel in staat om zich dan toch een oordeel te vormen over iemand. En dat bleek bij Sander K. hartstikke moeilijk. Uh, de deskundigen hebben gezegd, ja, we zien aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis... Maar we kunnen het niet hard maken. We kunnen het ook niet uitsluiten. We zien ook aanwijzingen voor een stoornis in het autisme-spectrum. maar ook dat kunnen we niet bewijzen, eh, omdat hij niet heeft meegewerkt. En eh, je merkte dus tijdens de zaak dat de officier van justitie zoiets had van deze man kan niet zonder gevaar eh, terugkomen in de samenleving. Die moet gewoon behandeld worden, omdat vrouwen gevaar lopen als hij weer vrijkomt zonder behandeling. Wat is de, dus, de eis? Vijftien ja, jaar. En TBS en de officier van justitie heeft heel veel tijd besteed aan het onderbouwen van die eis TBS, omdat het nou eenmaal niet is geadviseerd door de deskundigen. Maar nou, als je dat dan toch eist en je wilt dat de rechtbank dat oplegt, dan moet je dat heel goed onderbouwen. Daar zijn ze lang mee bezig geweest. Ze hebben er allerlei dingen bij gehaald om aan te tonen. Misschien kunnen de deskundigen het niet aantonen, maar voor ons is duidelijk, deze man leidt aan een stoornis en die moet daaraan behandeld worden. En ja, ze hebben zich wel ingedekt, het uh, Openbaar Ministerie. De officieren zeiden. Mocht de rechtbank toch tot de conclusie komen dat er geen TBS kan worden opgelegd, dan eisen wij een gevangenisstraf van 20 jaar. Gruwelijke zaak. Uitspraak is uh, 15 juli. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak om voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Of luistert, moet ik zeggen. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.